Kijk, met deze baret word ik niet zo gauw nat. Ik wou het vandaag over water hebben. Ja, met dat warme weer. Water geven. Ja, dat is elk jaar weer een discussie van moet je dan wel de tuin sproeien? Moet je de tuin niet sproeien? We hebben al een keer water getekend. Maar laten we nu eens een keer een gieter tekenen. En misschien zo'n tuinsproeier. Doe je mee? Ja, laten we eens een gieter gaan tekenen. Ja, een gieter. Ja, gieters heb je in allerlei soorten en maten. Ja, het bekendste is natuurlijk zo'n groene gieter. Even kijken hoor, hoe gaan we dat? Zoiets denk ik. Nou, hier zit dan zo'n tuut op met van die gaatjes erin. Zo. Maar even zo. Even die hals zo. Hoppakee. Er zit er zo'n hengsel aan, maar dat gaat helemaal naar achteren. Wacht, we gaan eerst hier gewoon het gat doen. Zo, wij moeten vullen met water. En dan het hengsel zo. En er zitten hier nog van die ribbels op vaak. Zo. Nou, dit is een gieter. Ja, laten we dit even inkleuren zo. Hier nog wat schaduw zo. Voilà. Hebben we een mooie gieter getekend. Nou ja, ik zeg al, je hebt ze in allerlei vormen en maten. Je kan ook meer een stripgieter maken natuurlijk. Zo. Hopla. Voilà. Een gieter. Nou, de tuut is bijna groter dan de gieter zelf, dus die gaat niet veel water in. Ik zou hier nog golfjes in kunnen doen zo. Nog een leuk bloemetje optekenen zo. Ja, verschillende soorten. Ja, ik heb laatst ook een gieter gezien in de vorm van een koffiepot. Dat is meer deze vorm. Zo. Hier een gat erin. Ja, hier dan net of het een deksel is, zeg maar. Met een handsvat eraan zo. En dan hier zo de tuut van een koffiepot. Nou, weer wat ringen erop zo. En aan de achterkant een handvat om de gieter te dragen. Nou, die heb je dus tegenwoordig ook. Gieters in de vorm van een koffiekan. Ook heel leuk. Nou, ga zelf eens kijken of je een gieter kan verzinnen. Of een gieter kan tekenen. Plantjes die hebben best wel wat water te weinig gehad de laatste tijd. Dus ik zou zeggen, denk daar ook even aan je plantjes in de tuin. En zorg dat ze op tijd water krijgen. En ook de plantjes binnen op tijd water. Want ondanks dat de verwarming nu niet aanstaat, gaat het ook in de woonkamer erg hard met het water bij je plantjes. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.